Patisserie staat altijd sowieso centraal. We zijn hier nu bij Bakkerij Kenis. Ik ben hier in dienst sinds 2018. En ik doe eigenlijk alleen maar de patisserie. Dus iets dat ik al heel mijn leven doe, patisserie. Bakkerij Kenis staat voor kwalitatieve producten. En aan onze kant voor patisserie, ja, innovatie. En ook in de bakkerij ook trouwens. Als je werk te goed wilt doen, ja, dan ben je 24-7 met je gedachten bezig, met creaties. En ook als je ergens naartoe gaat, dan ga je overal eens kijken. Bij andere collega's binnen en buitenland. Tegenwoordig op de computer kun je heel veel ideeën opdoen. Dat je probeert dan te integreren, ook hier, wat ook mag. En dat is heel plezant natuurlijk. Dus dat je niet vastzit aan een band waar altijd hetzelfde is. Voor mij persoonlijk, de fijnste periodes zijn altijd de feestdagen. En waarom zijn de feestdagen het fijnste? Het is druk. Je kan je creativiteit volledig gebruiken. En als dan op het einde van de dag alles gelukt is en alles is af, en als je weet dat de klanten, ja, het appreciëren, dan daar doe je het voor uiteindelijk. De patisserie die we hier maken, het grote deel maken we, 90% wordt allemaal zelf gefabriceerd hier. Dus dat is het voordeel dat je nog hebt. Voor patissier moet je toch wel geen bibber hebben, geen zenuwen hebben. Proberen rustig te blijven. Dit is natuurlijk een van de vaardigheden die je op het school leert. En waardoor dat je voor het beroep patissier kiest. Omdat je, ja, creatief en handig moet kunnen zijn. Qua patisserie is het zeker een kleine groep. Maar meestal zijn we hier met 3 mensen aanwezig voor de patisserie. Je hebt nog een paar grotere zaken in België, maar dat zijn echte fabrieken. En hier heb je nog tussen de collega's het persoonlijke contact. En omdat het nog een kleine groep is, is het nog familiaal. Als je jong bent, schrijf je in dit school voor bakker-patissier. Bent u oud genoeg, kom bij ons solliciteren.